De illegale goudwinning is een grote boosdoener van ontbossing in Suriname, zei minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu gisteren tegenover journalisten bij een persconferentie over carbon credit en het beleid daaromheen. De bewindsman stelt dat ontbossing via houtkap niet de grote boosdoener is zoals wordt verkondigd. Als we hout zouden kappen, dat we dat zelf zouden moeten produceren, dus zouden moeten verwerken en exportproducten zouden verkopen. Ik weet niet wanneer we zo ver zijn, maar dat is wel de intentie. Op een gegeven moment, hoe noem je het, ronde blokken? No? Rondhout. Rondhout, om dat niet meer te exporteren. Dus die ontbossing vanwege houtkap is niet het grootste probleem. Die ontbossing vanwege illegale goudwinning is het grootste probleem nu. De minister benadrukt dat er plannen zijn om de export van rondhout op den duur te stoppen. Suriname moet zich wel zorgen maken om ontbossing vanwege de illegale goudwinning. Dassai verduidelijkt dat de ontbossing nu niet van die aard is dat de alarmbel geluid moet worden, maar dat het op termijn wel zal moeten.